Nee. Wat gaan we doen dan? Oh, zo. Ja, mensen, we staan nu lekker bij een hele mooie tulpenveld. Echt. En nee, ik ga er niet tussen staan, zoals hier. Dat ga ik niet doen. Dat vind ik een beetje zonde, maar... Yo, een hele goede middag. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 24 mei 2021 en het is 1:15 in de middag. En ik loop lekker met Lady buiten. Ja, dus ik ga mijn rondje de kraf maken. En ik ga Roderick even een beetje opzoeken. En dan gaan we vandaag even naar Lisse. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nee, wat gaan we doen dan? Oh, zo. Zitten. Niks aan de hand. Goed zo. Lof, wachten. Goed zo.
Ja mensen, we staan nu lekker bij een hele mooie tulpenveld. Echt. En nee, ik ga er niet tussen staan zoals hier. Dat ga ik niet doen. Dat vind ik een beetje zonde. Maar moet eens kijken hoe mooi. Zo gaaf. Zo mooi goud. Echt waar. Er zijn hier ook nog andere mensen die nog foto's maken. Nou, dat ga ik dus lekker niet doen. Ik ga lekker weer de auto in. Ja, weer lekker een mooi on-tour vlogje maken voor jullie. It's been a while, it's been a while. But I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out. I hear you calling out. Laat eens kijken. Ja, het is niet normaal, joh. Echt niet. Alles, we kunnen stap voor stap en we kunnen steeds meer dingen doen. De cijfers en die lopen toch 2 weken achter. Ja, ik weet het al helemaal. Ja. Is het warm in één keer zeg, met die zon erop. Tijdelijk gesloten, ho, laat. Terwijl het niet vol is, Rel. Kijk, je ziet het hier. Het is 268 en 466 nog. Ja, maar er komt nog geen tram aan. Oh,
anders ga je er even omheen. Kun je altijd nog daarin knallen. Nee, maar ik wil weten hoe druk het is. Daarom dat ik zeg, van, ga er maar even omheen, schat. Dan kun je er altijd nog kiezen om er tussen te gaan. Ja, sorry, ik moet deze kant op. Gewoon er tussen knallen, dag. Oh ja, sorry, maar ik moet er even tussen. Ja, het kan. Daar staat nog zelfs politie ook nog, joh. Druk, ik zit wel in de werk, hè? Nee. Hoeft niet. Kan nog redelijk. Kan wel. Dan doe je knipperlicht er een kant aan. Mogen wij ze er zo nog even tussen? Mag dat? Mogen wij er zo tussen? Ja, mag. Je mag zo tussen. Dankjewel. Kijk, dat is heel makkelijk even communiceren. Waarom staat hier politie? Ho, politie. Waarom staat hier in vreesnaam politie? Politie, ME-bus, hè? ME-busje. Vol. Ja, maar de koekoek bro. Auw. Het is niet vol. En anders weet ik nog wel heel veel andere plekjes, schat, waar we nog kunnen parkeren. Huh? Vol. Dat is bizar. Nee, Ro. Luister. Het staat nu vol, maar het is niet vol. Nee, boven is nog plek. Is dat bizar dan? Ik zou een parkeerplaats deels ongebruikt laten. Mooi. Ja. Kijk, en die kiest eieren voor zijn geld, zij. Mm-hmm. Want zij gaat er hier al uit. Rijden, kom op. We gaan daar weer rijden in. En daar staat ook gewoon mensen echt gewoon daarvoor ook, hè? Ga ze even weten. Iets meer. Zo! Zag je deze auto hier? Ik kan achteruit rijden zo, ja. Oh! Achteruit rijden? Ik heb hier geparkeerd. Oh! Daarin. Laat deze meneer er eerst lekker ertussen een beetje ritsen. Keren, moet je lekker zelf weten. Nou, wij hadden iets. Nou, even een heel goed plan. We gaan even naar de Jumbo. Daar moeten we even wezen, want de Rodi moet een melk hebben. Maar het leukste geval is, ze zeggen allemaal, en dat alle parkeerplaatsen bij de mall dicht is. Nou, niet dicht, maar vol is, bedoel ik. En ze hebben het tijdelijk afgesloten. Nou, het is helemaal niet druk. Ja, vol. Ja, maar de koekoek, echt niet. Vol, echt niet. Laat me kijken. Laat me gewoon kijken. Het is. Waarschijnlijk is dan wel ergens een plekje. Ze wil het ook niet en vanwege. Nou, we gaan eens een keer weg. We gaan even een plekje zoeken in de wijk, ja. Het is inderdaad mega druk, mega vol. Want ja, nou ja, mega druk nog niet. Voor ons doen wel, maar het is wel weer goed voor de economie, hè schat? Dat dan weer wel. Het is gewoon een hele grote trekpleister in een mall. Westfield, de Mall of the Netherlands, ja. Het is gewoon één grote trekpleister, ja. En we gaan gewoon even in de wijk parkeren, ja. Het is niet anders, nee. Hij merkt het niet, hè? Nee. Dat vind ik het leukste. Hé! Hey! Merkt hij het wel? Hm? Wat merk je? Dat ik aan het vloggen was. Nee, merkt hij dat? Ik ben altijd aan het vloggen, toch? Ja, altijd. Ons leven een beetje vastleggen, hè? Een hele grote dagboek. Boodschappen is gedaan. Ja, is voor mij. Toch?
Want deze rijstwafels met smaakje vind ik lekker. En nog wat gekocht voor een kookvlog. En er komt een oma aan. Een oma. En we staan dus nou niet bij de mall zelf daar. Maar we staan in de wijk. Een beetje raar, maar... Wie ben ik? Ja, ik ben Karin. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja. Maar gelukkig kennen ze ons en bij het winkelcentrum. Maar ja, we mochten dus niet naar binnen, helaas. Maar ik heb een tip gekregen, dus die zal ik ook even tegen Roos zeggen. Dus... Maar ja, dat komt wel goed. We gaan dus nu even naar de auto lopen. Ik sta dus nu lekker op mijn balkon. En het regent. Water. Kijk. Het regent lekker water. Ja, het is lekker nat. Maar dat maakt het niet uit. En het onweert. Ja. Af en toe even lekker dikke klappen. Is ook wel lekker. Ik denk, nou, dan ga ik even op het balkon staan. Ik heb mama ook aan, even aan de lijn. Ook gezellig. Lady en die zit op balkon. Ja, jij hè. Moet ik even bij je komen zitten. Hi. Moet ik even bij je komen zitten dan. Mama's meisje hè. Hey. Koekoek. Lady, kom eens hier. Lady, kom. Kom eens hier. Hey, twee. Ja, kom maar. Hey. Kom maar. Kom maar, verhoog. Kom eens verhoog dan. Kom, 1, 2. Nou, dan niet. Hoeft niet. Hoeft niet. Nee. Mag allemaal hoor. Ja. Joh, goed. Hè? Ja, zeker. De hypotheker. Alleen ik wacht even op een onweersklap. Ik ben gelijk even aan het volgen. Ja. Oh, is leuk. Oh. Ik zit nu al bijna 41 minuten aan de lijn met mama. Ja, gezellig. Zo! Dat was me toch eventjes een flits? Jeetje, mina. Ik ga jullie even gewoon even neerzetten in de keuken. Met gewoon kijken. Even kijken of ik wat leuks erop kan krijgen.
Ja, een hele goede avond allemaal. Het is nog licht buiten, zoals je kan zien. Het is nu 9:30 in de avond. Maar ik lig dus al lekker op bed. Nou, ik hoop dat jullie een leuke dag hebben gehad. Wij wel. En ik zou zeggen, vond je deze vlog ook nou zo leuk? Ik zou zeggen, zoals altijd, vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog.